rustig aan. Hè. Hey, jullie, ja, maar dan toch. Kom op, Amber. Hallo, meneer. Hey, wat doe je? Dat is wel een zijde. Heel goed, Seppe, heel goed, jongen. Volhouden. Ja, hoe doe je dat nou toch? Hallo! Wat op een beeld, hè? Come on, 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 come on
trappen, trappen. Kom op, Sam. Rechter, Amerikaan, ja. Kom maar, Amerikaan. Doe jij, hoor. Eindje de lucht in, hè. We hebben drie aan het koersen of wat? Ze zit hier in de deur, want het heeft een rijtje. Ze mogen me niet rijden, hè. Gracias.
Met zijn wiel kapot had of zijn ketting nog niet meedoet. Tot niet kunnen rijden. Pardon. Heel goed gedaan. De race die we nu gaan rijden. Ja, ja. Come on, jongen, goed, hè. Come on, Kasten. Come on, jongen. Come on, Kasten. Come on, hier, hè. Mama, geen! Maar de eerste helft even naar de linker!
Goed,
allemaal. Goed zo. Direct ook, man. Thank you.
Goed joh!
Kanaal het is. Nog twee ronden. Kanaal het is. Maar 10 minuten kunnen we terug inhalen. Hè? Kom op. En dan hebben we de doorkomst van Ruben en Brien op de Trappenbergzone. Ja, en hier doorkomst aan de laatste ronde, laatste ronde. De finish is aan de oranje kegeltjes aan het hoofd pakken. Kom aan jullie, laatste ronde nog, kom aan jullie. Tandje kleiner. Hier, hey, goeie,
Hier aankomst van de Seppe, provincia Seppe Jan. Knap gedaan. Dan gaan ze maar niet meer fokken. Goeie Jelle. Goed gedaan Jelle. Dan zullen we hier achter de kantine. Er zijn nog andere plaatsen. Leon is op mobiel. Deze. Dat was een beetje naar alles eraan, dat ben ik mobiel. Volgende week op zijn YouTube-kanaal. Hier hebben we aankomst van Brent, provincia Brent. Eerste reeks na het eerste podium van deze namiddag. We hebben het over geboortejaar 2009-2010. Over de mannen erop. Let wel, we hebben één uitzondering. De Milan Vrijt is daar ook mee gestart. Die jongen heeft helaas pech gehad. Eigenlijk heel kort na het begin. Dat is niet meer opgelost geraakt. Dus die hebben de reeks later laten bijstarten. Dus er zat eigenlijk een 8-9-jarige tussen de 11-12-jarige omwille van die technische pannen. Maar we willen toch iedereen aan de start krijgen in de mate van mogelijkheid. Dus, voor het eerste podium op de derde plaats geëindigd daar een plaatselijke coryfee. Twee broers, één broer straks ook op het podium. Axel Vleenakkers! Provincia Axel. Brul is groter dan mannetje. Op de tweede plaats, ook een plaatselijke coryfee. Daar straks al iemand op podium gehad binnen het gezin. Nu tweede geworden, Sieber van Zweepveld. Proficiat, Xavier. En op de eerste plaats, Leoman, die hier ooit ook rondgereden heeft. Nu andere orde opgezocht, maar daarom absoluut niet minder verdiend. Mooie voorsprong ook, Sint van Lommel. Proficiat, Axel, Xibe en Sid. Mooi podium. Kan even bij elkaar staan. Mannen. En dan kunnen we een paar mooie foto's nemen. En dan roepen we de rest dadelijk ook bij. Dus in willekeurige volgorde. Kalle de Zwart, De La Leeuw, Johan, Vins Doks, Amber Janssens, Sam van den Heuvel, Cedric van den Ouweland, Arne van der Vlaas, Bram van der Vlaas, Mats van Dun, Jens van Eindhoven,
Jim van Loon. Torben van Vught. Nieuw Vervoort. Brent Vroom. Felice Willemsens. Axel Xieven. De kinder. Rodrigo Piles. Pires. Senne Camille. Carpentier Jonas. Van Kamfort, Jonas. Van den Boer, Bas. Van Laar, Jelle. En Van Laar, Seppe. En dan hebben we iedereen die nog hier is, allemaal handen in de lucht. Ja, de volgende. Hetzelfde principe, toch drie roepen naar voren. En dan hebben we op de derde plaats Mathé Ennekes. Als leer is dan nooit. Ja, ja, dat is. Proficiat Mathé. Op de tweede plaats. De kerel, en dat bedoel ik dan letterlijk, die alles zeker bij de Mathé in zijn bed gelegen heeft, denk ik, of in de caravan. Proficiat, kerel Bertels. En op de eerste plaats daar, de man die net de tenen ook uitgekuist heeft van onze voorrijder. Dus dik verdiend, heel de koers aan de leiding, Arthur van den Boer. Nog iets, Jap Arthur. Mooi gedaan, jongen. Ook voor deze heren een mooi aandenken. Even bij elkaar staan. Kunnen we een mooie foto trekken en dan kunnen we de rest erbij roepen. Knap gedaan. En dan mogen we nog naar boven komen. Kasper Konings, Kasper Goffa, Lotte Goris, Hermans Axel, Evens Lorenz, Michiels Jasper, Sadoet Isra, Verdonk Thomas, Verhoeven Lars, Verhoeven Laura, Vissenberg Peren, Willemsen Snoren, Wouter Sneeuwen, Gabriel Cheyenne, Van Gestel Lian, Smits Luca, Verhoeven Tiele, Maas Cedric, Geukens Alex en onze man in de verkeerde reeks gestart, Milan Vrijt. Ook hier weer een mooi podium. Allemaal handen in de lucht. Proficiat, jongens en meisjes, dames en heren, het podium van de dag. De reeks die eigenlijk twee reeksen samengestart zijn, maar we gaan dus beginnen bij de reeks 2004, 2005, 2006. Daar op een verdienstelijke derde plaats geëindigd, Thibaut Vleerakkers. Op een tweede plaats en oh zo spannend. Als een hart ooit te zien is het bijna een meisje. Briek Bertels. En op de eerste plaats, super spannend, maar dik verdiend, proficiat Ruben Michiels. Lekker trainen.
Knap gedaan, mannen. Dikke provincial. En dan mag hier ook naar boven komen. Ja, misschien nog even een podiumfoto. Blijven staan. Knap zo. Seppe Adams. Sam de Burggraven. Thies Leuris. Victor Simons. Jelle Vervoort. Sime Wils. Jelle Wouters. Seppe van den Boer. Brent Opdebeek. Ruben van den Berg. En versmissen Joran. Sam. Start erop staan. Ja, ik moet een beetje doorschuiven. Ga je erop staan, man? Ga je erop staan? Victor! Alle groen net van hier, hè? Victor! Waarom? Joke, lachen! Ja, en ook hier. Handjes in de lucht! Wee! Proficiat, laatste podium van de dag afwerken. Aangezien dat de volgende reeks maar bestaat uit 5 deelnemers, gaan we beginnen bij nummer 5. Dat is Lloyd Tips. Provisia Lloyd. Ja, en waar is mijn bloemenmeisje nu? Hier op de 4e plaats daar geëindigd, Luca Seynhaven. Een van onze dames na een spannende strijd, Warre Janssens. Ik val wel in doekje tikken. Dat was toch een dame tussen. Zijn een eigenste zoon. Ah! Proficiat Warre, knap gedaan. Ik weet uit Goeibron dat hij officieel vorige week nog gediagnosteerd is als zijnde gekneusde ribben. En dan deze prestatie neerzetten, niet evident. Op de 2e plaats, heel spannend, super spannend, spannendste strijd van de dag zelfs, dikke proficiat, Steen Timmermans. Winnaar, de beer van over de grens noemen ze me hier ook in Ravels. Veel kopwerk gedaan, dus niks op aan te dingen. Dikke proficiat, Pepijn van Helzakker. Ja, en ook zij krijgen een schubje en een gritsel om mama of papa in de tuin te helpen. De pralinekjes moeten ze dadelijk afgeven. Stijn, waar? Dat is bijstaan. Ja, ik zal er ook eens bij opstaan. Ik moet wel lachen, hè. En dat is dus de toekomst, dames en heren. Zij moeten het waarmaken op nationaal en internationaal niveau. Proficiat, mannen.